Dan kom ik op het punt van de starters, voorzitter. De starters op de koopwoningmarkt hebben het zwaar. Dertigers die hun studie hebben afgerond en een studentenflat uit moeten, weten werkelijk niet waar ze heen moeten. Terug naar pap en mam. Wat te koop is, is onbetaalbaar. Zij mogen achteraansluiten op de lijst van woningzoekenden voor een huis. Het CDA wil starters helpen met een starterslening. Dat weet u dat wij dat al langer willen. Een mogelijke oplossing kan bijvoorbeeld zijn om starters de mogelijkheid te bieden een hypotheekdeel van de bank tot 90% LTV te beperken en het restant, inclusief de kostenkoper, af te dekken met een starterslening tot maximaal de NAG-grens. Zou de minister een dergelijke optie willen bespreken in het kabinet, want ik begrijp dat dit natuurlijk ook op fiscaliteit en op financiën stuit, en de uitkomst willen delen met de Tweede Kamer? Dit mes snijdt in onze ogen aan twee kanten, want de starter is geholpen doordat de kostenkoper meer gefinancierd kunnen worden en de banken krijgen hypotheken op hun balans met een lagere LTV tot 90%. Dus dat zou een win-win situatie kunnen zijn.